Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom in Hotel Nassau Breda. Laten we beginnen met een sneak preview. Nou, spannend. Ben benieuwd. Kom maar mee. Come away with me in the night. Ja, het hotel bestaat natuurlijk uit een historisch erfgoed. Dus we hebben ervoor gekozen, juist met de oude elementen, om die mooi terug te laten komen in de kamer. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de bogen bij de bedborden. Die refereren ook naar de bogen uit de ramen van onze kapel. Het kleurgebruik is echt gebaseerd op het soberen van de nonnen die hier vroeger gewoond hebben in het klooster. Wat zich terug laat zien in het zwarte kleurgebruik van de details op de kamer. Maar juist gecombineerd in contrast met het gouden, het royale en het luxe van een lifestyle hotel. En de luxe van tegenwoordig. En kun jij iets over de inrichting vertellen? Wat voor materialen gebruiken jullie per kamer of is dat allemaal verschillend? Nou, iedere kamer is uniek. Hotel Nassau Breda telt 95 kamers. Maar juist omdat we te maken hebben met een monumentaal pand, is geen enkele kamer hetzelfde. We beschikken over 71 superior rooms en bijvoorbeeld 5 junior suites. Die verschillen qua oppervlakte, maar ook qua indeling, qua afmeting. En iedere kamer heeft zijn eigen kenmerken. Oude elementen zoals oude houten balken. Mooie glas-in-loodramen die je terugziet ook op de kamer. Qua materiaalgebruik hebben we ervoor gekozen om juist met de kleuren zwart en goud te werken. En de bedden die moeten gewoon goed zijn. Je moet ook heerlijk kunnen slapen, goed kunnen wakker worden. Ondanks dat onze gedachte is choose dreams over sleep. Dus je komt naar Hotel Nassau niet alleen om te slapen, maar juist om dromen na te leven. Dan zijn er ook leuke kleine details die teruggrijpen op het verleden. Ik noem bijvoorbeeld de vloerbedekking, het patroon daarin, dat door heel het hotel terug te vinden is. Ja, dat klopt. Dat is goed opgemerkt. We hebben in de kamers hebben we het tapijt en de patronen. Die reflecteren ook naar de patronen uit het glas en lood van onze kapel. En datzelfde geldt ook voor het tapijt wat in de gangen gebruikt is. Daarbij hebben we ook nog de kleuren paars en groen toegevoegd. En die reflecteren weer naar de kleuren uit de oorspronkelijke salons. En die zijn voor alle gasten eigenlijk toegankelijk, omdat het de ruimtes zijn naast de bar, waar iedereen lekker kan genieten van een heerlijk hapje en drankje. Come away. Het hotel heeft ook iets van een beetje spannend imago gekregen. Juist door de zusters, de nonnen van vroeger ook in een nieuwe moderne setting te brengen. Het heeft daarmee ook, trigger je daarmee ook een ander publiek? Ja, dat klopt. En we hebben dat zelfs een beetje op laten spelen met de aanloop tijdens de openingsfase. Met de blind bookings bijvoorbeeld. Onze eigen website was eigenlijk nog niet zichtbaar wat we gingen doen of waar we voor staan. Vandaag is de dag dat we dat juist wel willen laten zien. En we proberen juist mensen nieuwsgierig te maken, te prikkelen. Met onze campagne Nothing to Confess. We hebben niets op te biechten. Maar het is juist wel de bedoeling dat alle gasten lekker konden kunnen zondigen in het hotel. En of het nou een heerlijk menu is, een restaurant liefst. Gesticht of dat het juist lekker uitslaap is als op de kamer. Ze hebben zelfs de gelegenheid om op de doorhanger te kiezen of ze heerlijk kunnen uitslapen als saint of juist als sinner de kamer kunnen schoonmaken en echt de hotelbeleving kunnen opdoen.